Het is vrijdagochtend en het is officieel dus de eerste dag van mijn verlof. Maar ik ben natuurlijk altijd vrij op vrijdag, dus dat merk ik nu nog niet echt. Mama zal zo wel komen. Ik dacht misschien even naar de prenatal te gaan. Ik wil even kijken naar die meerijplankjes. En ik dacht misschien nog wel wat leuke dingen. Ik moet nog een mutsjes in de maat kleiner hebben. En ik moet even kijken of ik nog rompers of zo nodig heb. Misschien een leuk geboortepakje. Don't know. Ik heb ook wel zeg maar twee leuke pakjes voor geboorte. Maar het hangt natuurlijk een beetje ook vanaf hoe warm het is. Ik vind het zo lastig. Ik ben een winterbaby gewend. Dus dan denk je helemaal niet aan de optie te warm of zo. Ik weet niet of baby's het ook te warm kunnen hebben. Zeg maar in de zin van dat ze al meteen in een rompertje met korte mouwtjes of zo het ziekenhuis komen. Ik heb echt geen flauw idee. Maar goed. Ik heb net al even de boodschap besteld. En nu ga ik even alle ramen openzetten. Want het is nu wat koeler buiten. En het was zo warm de afgelopen dagen. We hadden gisteravond hadden we ook de ramen opgezet. En ik word natuurlijk nu niet gestoken. Tenminste, natuurlijk. Lang niet alle mensen die zwanger zijn hebben dat. Maar volgens mij heel veel zwangere vrouwen worden niet gestoken. Normaal word ik wel gestoken. Dus het maakt mij niet uit. Maar Sven wordt dan wel gestoken door muggen. Dus, en we hadden er gisteren, we hadden er één, dachten we, gedood. Maar Sven zei, nee, dat ruim ik zo wel op. En ineens was hij weg. Ze heb je hem al opgeruimd? Hij zei, nee. Oké, dan is hij weer gaan vliegen. Dat was een soort langpootmug, dus die doen verder niet zoveel. Maar die wil je ook niet echt lekker opeten s'nachts. En nog een andere mug, die ik dacht gevangen te hebben. Maar dat, ik zag het nergens, het lijk. Maar we zijn de nacht goed doorgekomen. Dus als jullie misschien wel in een van de andere video's hebben gezien, was ik mega enthousiast over het wimperserum van Kruidvat. Ben ik nog steeds trouwens. Deze. En ik begrijp dus ook dat de halve wereld nu dat ding koopt en dat het overal uitverkocht is en zo. Maar nu las ik net op nu.nl dat je kleur van je ogen erdoor kan veranderen. Say what? Even kijken, nu.nl. Ik was hier echt over verbaasd. Nu checkt. Kan wimperserum ervoor zorgen dat de kleur van je ogen verandert? En dat oordeel is waar. En dat is dus... er staat zo over dat wimperserum van Kruidvat. Dat volgens verschillende media de afgelopen weken bijna overal stijf uitverkocht was. En omdat je er prachtige wimpers van krijgt. Nou, en dat klopt ook. Ja, ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar... Mijn wimpers zijn er bovenop geknapt. Maar, nou zit er dus een of ander ding, een of ander stofje in, wat wordt gebruikt bij glaucoom. En deze stof is, het heeft als bijwerking zeg maar dat je wimpers ervan gaan groeien. Dus zit het ook sinds een aantal jaar in wimperserums. Een bijwerking van dat middel is het veranderen van oogkleur. Nou komt het niet heel veel voor, want ze zeiden, hè, De kans is niet zo groot. Ik kom eraan, Moppie. De kans is niet zo groot. Maar als je de oogdruppels gebruikt, wat dat wimperserum natuurlijk niet is, is de kans groter. Maar dat het dus wel kan gebeuren. En je ogen kunnen bruiner worden dat de stof de aanmaak van pigment stimuleert. De kans dat het is gebeurd is niet zo groot. Maar toen dacht ik, bruine ogen? Nee. I love my blue eyes. Dus ik denk dat ik er maar mee ga stoppen. Want dat vind ik toch niet zo'n heel prettig idee, eigenlijk. Ja. Hoe moet je die gok nemen? Er staat namelijk ook dat het niet meer terug verandert. Dus, dat weet ik niet. Dus ik ga ermee stoppen. Dus dit waren mijn mooie wimpers. En nu ga ik gewoon weer terug naar de normale wimpers. Dit is mijn outfit vandaag. Dit broekje is van Mama Lusjes. Kanten broekje. En dan dit shirtje van de Hennis. En ik heb mijn haar nog niet gedaan. Maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Maak het uit. Hè? En dan, ik denk gewoon slippertjes. Lekker luchtig aan de voetjes. Ja, weet je het. En de prenatal. Niels heeft het naast zijn zin. Ja, hij is ondertussen even... Aan het kijken naar kleertjes. Kijk nou toch. Ja, dit vind ik heel leuk. Maar dit ga je baby natuurlijk niet aandoen. Dat stofje moet iets ouder zijn dan
Anders is het zo oncomfortabel. Deze heb ik ook al gezien. Die vind ik wel echt briljant. Ze heeft deze, dat jurkje heeft ze al. Dus ik heb een bakje erom. En ik ga ook even een bakje doen met mama. Ik heb thee. Ik heb eigenlijk honger, maar ja. Even geshopt bij de print al. Nog wat sokjes. Ja. En deze altijd heel fijn omdat ze. Ja, ik weet niet per se deze zijn, normaal is van de Hema. Maar deze kan je gewoon lekker hoog en zakken ze niet af. Een mutsje. En stofjes. En dit pakje. Dat is wel heel schattig. En dan nog twee. Oh ja, wacht eventjes. Twee. Aankleedkussenhoezen. Een roze en een grijze. Als je loopt mij nu. En deze. Nou, dat hebben we mannen nodig. Ik zit op de grond omringd door Zoe. Ik ben eventjes aan het uitzoeken. Ik heb ooit oude keers van Niels allemaal in een zak gedaan. En ik ben nu even de kleinste maatjes uit aan het halen. En die ga ik dan allemaal even wassen. Want ik kan zij dat ook al. Dan zit het gewoon allemaal basic. Ik bedoel, zo'n grijs shirtje kan zij natuurlijk ook prima aan. Die zitten ook allemaal. Nou, dit kan zij natuurlijk ook prima aan. Dus nou ja, dat. En toen vond ik deze. Dit is Niels' ziekenhuismutsje. Die had hij op toen hij geboren werd. Ja, ik denk niet dat ik haar zelf dit mutsje op zou zetten. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien. En dit is het pakje waarmee Niels het ziekenhuis uitkwam. Nou. Cute, hè? Ik dacht hoe klein hij toen was. Toen was dit ook echt groot voor hem. Oh. Ik heb net een filmpje bewerkt. Ik heb alleen die van niet die komende week online moet, maar die daarop de week erop online moet, heb ik gedaan in plaats van, de, van deze week. Maar het is niet erg, dat dwingt me helemaal tot vooruitwerken en dat is ook wel goed nu. Wasje zit erin met Niels' oude kleren, want die moeten natuurlijk nu alweer met neutraal gewassen worden. Niels en mama zijn even naar de supermarkt, want die gaan bananenbrood bakken. Het idee was dat ze naar de kinderboerderij zouden gaan, maar het regent nu echt bij besteden. Dus hij is met zijn laarsjes en zijn regenjasje op pad. En we hadden nog bananen. Dus ik zei, nou, je kan wel bananenbrood bakken. En toen kwam ik erachter dat ik geen kokosolie meer in huis had. Dus ze zijn dat eventjes halen. En dan gaan ze lekker bakken. Mama blijft. Die kijkt even mee hoe Niels en ik eten. En dan helpt ze nog even met hem in zijn pyjamaatje zo hij is. En dan ga ik daarna gewoon hem zijn yoghurt met fruit geven en voorlezen en hem zelf naar bed doen. Maar dan hoef ik geen tilwerk meer te doen als het goed is, als je geen poepluier meer krijgt. Dus dat is wel heel lief. En dan gaat ze daar gewoon met papa eten. En dat is echt heel ideaal. En ik ben echt super moe nu. Ik probeer wakker te blijven. Ik ga denk ik nog een beetje opruimen. Misschien dat ik met Niels nog ook iets gaat doen qua klei of zo, als het brood in de oven zit. Dat soort dingen kan ik natuurlijk wel. Niels heeft met oma bananenbrood gebakken. Dat mag hij nu eten. En voor ons is er ook, maar wij delen er even eentje. Ja! Hebbes! We zijn even het voetballen en nu is de bal even onder de bank. Ik kan hem niet. Niels gaat even met een stokje wel. Hij ligt daar, toch? Ik wil! Nou, hij heeft hem te pakken. Nu zit hij onder de tafel. Die kan je wel met je hand pakken, Moppie, aan deze kant. Nee. Ik weet niet waarom hij niet scherp stelt. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ben aangekleed. Ik heb wel een rare speld in mijn haar, maar goed, dat voor later. Want ik heb net een filmpje opgenomen, want mijn beste vriendje gaat straks trouwen. En dan kan ik helaas niet bij zijn, want het is in Spanje en ik mag natuurlijk niet meer vliegen. Dus dat is echt zo jammer.
Maar ja, het is niet anders. Dus ik dacht, ik maak even een filmpje voor ze. Ja, ik ben er een soort van bij. Nee, ja, het is natuurlijk mega jammer. Maar ja, ik mag gewoon niet meer vliegen. Dus dan houdt het een beetje op. In theorie kan je nog met de auto gaan. Maar dat zag ik ook niet echt meer zitten in deze staat van zijn. En het is ook wel verrijden Spanje natuurlijk. Vandaag of vanmorgen gaan we een aantal missies weer doen. Zo gaan we de bak van mittens verplaatsen. Huh? Ja, jouw bakmittens. Omdat we in de gang kasten gaan maken en dan komt niet haar bak terug. Dus haar bak komt ergens anders. Maar dat hebben we nog niet zo gemaakt. Maar dan gaan we dus nu het kastje waar het nu in zit, gaan we maar even tijdelijk in de woonkamer zetten. Op de plek waar de nieuwe kast komt. Zodat ze alvast kan wennen. Want ik dacht dat is ook niet handig natuurlijk straks zo vlak voor de baby en zo. Dus dat gaan we zo even doen. En nog een aantal andere missies. Zoals eventjes alle adressen voor de geboortekaartjes compleet maken. Want een aantal mensen weten we wel dat ze verhuizen. Maar hebben nog niet een nieuw adres van. Dat soort dingen. Dus vanmorgen wordt een productieve ochtend. Als het een to-do is, dan heb ik jou daar. En dan kijken we hoe ver we komen. Bak heeft prioriteit 1. Die moet Sven ook schoonmaken. En wat mag ik natuurlijk nu niet. En dan vanmiddag gaan we naar Lepeltje Lepeltje. Dat is een soort voetdrukfestival. Met ook leuke dingen voor kinderen. En dan rond een uur of 5 komen mijn ouders. En dan gaan wij vanavond lekker uit eten. To celebrate our wedding day. Want wij zijn dus woensdag 3 jaar getrouwd. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje het plan. Dus ik zal even laten zien wat we nou precies gaan verplaatsen. Dit kastje, waar de haarbak dus nu in zit, gaat naar de woonkamer. En dan gaan we in de woonkamer, denk ik, dat we uiteindelijk... Deze komt dan achter het keukenblok te staan. Dus achter ons kookeiland. Maar ik denk dat we dus uiteindelijk... Niels aan het Skype met mijn schoonouders trouwens, mocht je denken, wat hoor ik. Maar deze is te hoog voor... deze is hoger dan het aanrecht. Dus daar gaat hij niet... Dus we moeten iets anders hiervoor bedenken. Dus ik denk dat het een lage kist wordt... En die komt dan zeg maar niet aan deze kant, maar aan de andere kant van het kookeiland. Dus dan zie je hem niet vanaf hier. Nou, de bak van mittens is verplaatst. Naar hier. Ze is net geweest, dus dat gaat goed. Bij het opruimen van de berging vonden we goud. Oh, Donkey Kong. Even wachten, we gaan een goed geschikt spelletje voor jou zoeken. Ik mag Niels even op de Game Boy. Oldschool. Dennis. Even jouw dingen uit. Nou, we hebben even onder andere de Maxi Cozy eruit gehaald. Dan kan ik even de hoes wassen. Kan jij hier doen? Een simpel speeltje voor jou doen. Deze. En zomerjassen gehaald. De winterjassen moeten zo nog even naar beneden. Hier zit weer iemand aan de babycino. Normale cappuccino. En ik heb iets minder gezonde cafeïne. We gaan lekker eten. Niels is echt een megabak met joeken. Wij zitten in de speeltuin. Ik ga de telefoon er maar bij pakken, want als we het fiets is gevonden, dan is hij nergens meer te vinden. Dan is hij gewoon lekker op de fiets. Wij zijn uit eten voor ons 3-jarig huwelijksfestijn. Ik heb een Bavaria 0.0, ik heb een collection. Dus straks moet ik maar kijken. Ik denk dat ze al vrij wijn hebben. En we zitten bij, oh, je kan het hier niet zien, oh jawel, bij het plei. We dachten wel iets simpels, want anders is het voor mij toch niet zo interessant. De zieke dingen kan ik hier toch niet echt veel krijgen. Dus ik ga voor de tartare, de geitenkaas, de quiche en de poussin. Er zijn echt er mosseltjes bij en we hebben brood, dus we hebben honger. Dit is onze eerste gang. En de hoofdgerechten. Dan het smakelijk gehad. En het dessert, we zouden het eigenlijk delen, alleen nu blijf ik toch de paasplank. De kaasplank niet te mogen. Nou, dan maar de chocoladetaart, die moet ik eten. We hebben eerlijk gegeten. Sven is heel enthousiast over onze achterburen aan tafel. Een vreselijke stem had die vrouw. Sneed kippenvel kreeg je ervan. Huh? Vooral Sven. We hebben heerlijk gegeten, buikjes vol. En nu naar huis.
Wij zijn weer thuis. Ik weet niet of je het kan horen, maar er gaat echt een brandalarm af. De achterburen van ons, niet normaal. Maar echt nu al een half uur of zo. En er zijn wel allemaal mensen ook bij. Maar blijkbaar heeft niemand hun telefoonnummer. Ja, wij ook niet. Wat zeg je? Of sleutel. Nee, want de buren daarnaast zijn ook allemaal blijkbaar weg. Het is overal donker. Maar het is niet normaal. We zijn nu denk ik een half uur thuis. Nou, toen was het al. Goed, dus we zijn nog op missie, denk ik. Wij gaan even lekker serietje kijken. Shot in the dark. En dan lekker slapen. Goedemorgen. Ik weet niet of je het kunt horen, maar ik word helemaal lijp. Dat brandalarm van gisteravond. Still going strong. Oh, het is echt niet normaal. Dus niet zo heel goed geslapen. Had er toch een klein beetje last van. We hebben bedacht dat... Alhoewel ik eigenlijk ook heel graag hier weg wil, want ik kan het geluid echt even heel slecht tegen. Maar heb ik zo slecht geslapen daardoor? Ik heb op zich al geslapen, maar dan werd ik iedere keer weer wakker. Omdat in mijn droom zeg maar dat geluid doorging. Maar we hebben bedacht dat Sven en Niels samen naar de film gaan. Op de Bouwer. En dat ik toch gewoon even lekker in huis een aantal dingetjes kan doen. Opruimen, een beetje schoonmaken. Wel alles wat ik mag, zeg maar. Ik zal heel netjes maar aan mijn regels houden. Wat dingen klaarmaken voor de baby, et cetera. Dat je gewoon... Want we dachten, we vinden het allebei heel gezellig om met hem naar de film te gaan. En aan de andere kant dacht ik ook even van, het is niet nodig dat we altijd wat met hem doen. Maar we zijn natuurlijk uiteindelijk gisteren niet meer naar Lepeltje Leepjes gaan. Omdat hij heel laat wakker was. En hij werd een keer tussendoor wakker. En toen dachten we dus dat hij niet lekker was. Dus, maar goed, dat viel gelukkig uiteindelijk allemaal mee. Anyhow, dus ik dacht van, we hoeven niet de hele tijd alles te doen. Maar, naar de film is wel even leuk. Dan heb ik ook even mijn handen vrij. Ik ga denk ik echt serieus oordop in doen zo. Want we hebben ook wel even de ramen openstaan. Het is ook gewoon warm. Dus dan gaan we dat doen. En dan hebben we vanmiddag nog een festivaletje waar we wel heen gaan in ieder geval. Mittens valt bijna slaap. Mittens gaat netjes op de nieuwe plekje naar het toilet. Dus dat is goed. En nog steeds dat alarm. Ik word er echt helemaal lijf van. Kan iemand hier iets aan doen? Ik weet trouwens ook niet of ik de gordijnen al had laten zien. Dit zijn de gordijnen. Ze zijn van de HEMA. Ze heten Amsterdam, geloof ik. Helemaal blij mee. En dit is nu de kast. Dit is alle maat 50 en 56. En een heel klein beetje groter. Ja, en dit soort dingen. Ja, dit heeft Niels natuurlijk aangehad als baby. Maar de vraag is of zij dat natuurlijk gaat dragen met deze temperaturen. Dan heb ik hier... De wat grotere maatjes al liggen schoon. En deze fantastische schoentjes. Wat pak je? Dit moet ik allemaal nog even gaan bedenken hoe ik het verder ga indelen. Dekentjes. Kijk, dat sneeuwding hoeft hier natuurlijk ook niet per se te liggen. Niels' oude schoenen ook niet. Maar goed, pukkenbaby. En dan deze was moet ik nog wel draaien. Dus dat ga ik straks even doen. Ik heb nu alle ramen dicht. Ik hoor het nog steeds. Bloezening. Normaal kan ik daar best wel tegen, maar ik kan nu gewoon niet. Ik ben gewoon even. Nee, ik heb te weinig geslapen. Ik viel net ook bijna om. Ik ben kapot. Nou, ik heb even flink opgeruimd. Niels bed is weer opgemaakt. Ik heb er geen deken meer, want die jongen is zo warm de hele tijd. Maar het is stil. Oh, hemels. Het is gewoon stil. Oh. Ik ga sowieso middag slapen doen. Nee. Nou, op zich voel ik me nu alweer oké. Okay. Mijn hartje niet trouwens. En als je denkt, dat hoor ik. Muziek en een wasmachine met heel veel roppertjes erin. Ik ga nu even kijken hoe ik weer het wiegje moet opmaken. Ga ik het wiegje opmaken. Zet er een beer op de achtergrond. En nog steeds dus geen speen. Vandaag is volgens mij de vlog online gekomen waarbij we zijn gestopt met het speentje.
even de dicht doen voor je me weet. Oh, die zit wel dicht. We waren dus aan stop met Spentje. En het gaat echt gewoon bizar goed. Eigenlijk gewoon geen gedoe gehad. Die eerste nacht dus, even, of de eerste middagslaapje, wennen met in slaap komen. Daarna prima geslapen. S'avonds hetzelfde verhaal. En nu heeft hij wel moeite met de slaapkamer. Volgens mij komt het vooral door de warmte, want hij vraagt er nooit om. Als ik in de dag blijf, hij is er niet om gevraagd. Bij mijn ouders niet, mijn schoonouders niet. Het is bizar. We zijn echt in shock. We hadden het er gisteren nog over bij het eten. Van... huh? Dan maak je zeg maar van tevoren heel druk om. En dan gaat het zo. Nou, goed. Nee, maar echt niet daarop. Moet je nou kijken, lieverd. Er zitten allemaal deuken in. Dat wil ik niet. Je mag op de bank of op de grijze kisten. Ja, op de bouwer. Dit is mijn outfit. Shirtje is via Zalando. Ik weet niet waar, van welk merk. En deze legging is van ASOS. Het is een met wiet uitlopende pijpen. En dan heb ik nog mijn fans aan, maar dat kan je niet zien. Met, ik ga mijn best doen jongens, bear with me. Met luipaardprintje. Dus dat is het, wij gaan. Wij zijn bij het festival dichterbij. Ik heb een alcoholvrij biertje. En we lopen nu even net even boven de schaduw. We gaan zo naar beneden naar het feest gedruis. Maar nu is het fantastisch. Dit is wel de leukste verschoontafel die ik ooit heb gezien. Bij een festival. Het is dus een pipowagen en aan de achterkant hebben ze dus een verschoonplek gemaakt. Nou, dat is fantastisch. Nou, Niels wil hier staan. Ik hoop bijna op een poepleier. Zo, we zijn weer thuis. Ik heb meteen even een white shirt aangetrokken, want ik ging echt helemaal stuk van de hitte in mijn BH en mijn ding. Het was allemaal veel te erg onderschat. Ik had gewoon een jurkje aan moeten doen, luchtig en fijn, maar dat had ik niet aan. Niels en ik gaan even lekker in bad met de Princess Bruisbal. Even kijken hoor. Think Pink heet die denk ik. Lichte glitters, geweldig schuim, zoete geur van vanille en tonga. Van Lush. Dus daar gaan wij mee in bad. Ik zal hem hier even alvast een beetje laten zien. Kan je het zien zo? Oeh. Het schijnt wel een verschrikkelijk te zijn voor in je bad. Maar... but it looks gorgeous.